De hygiëne vind ik ruk, het eten is zaad en de begeleiding is gewoon, nou, gewoon niet goed opgeleid. Laat ik het zo dan maar eventjes zeggen. Ja, en dat is generaliserend. Er zijn de goede, er zijn uiteraard. Uiteraard. Wat er zijn er een minder paar. Goede. En ja, waar we eigenlijk op terechtkomen is basiszorg. Daar missen we toch wel heel vaak het een en ander aan. Hygiëne is mooi, matig. Ik bedoel, ik heb nog wel wat foto's van luiers die blijven liggen dagenlang met de warmte. Handdoeken met kluitontlasting, vieze toiletbrillen, muizen. Muizen lopen er. En daar hebben we ook al vaak genoeg over geklaagd. En ja, er wordt wel gezegd, er wordt aan gewerkt. Maar wat me erg dwars zit, is dat er gewoon nauwelijks communicatie is. Nauwelijks communicatie en een waslijst aan zaken die niet goed gaan. Voor Cerulo is dit geen nieuwe informatie, want Van Berkem en Kemp hebben hun klachten besproken met de zorginstelling. Ik betreur het echt gewoon dat het zover is gekomen. En ik wens ook heel erg dat we weer on speaking terms komen. Want hoe is er gereageerd in de Therese Schwartstraat? Ik neem aan dat u met de zorgmensen die daar zorg verlenen en de baas daar, zeg maar, gesproken heeft. Hoe is het daar ontvangen, deze ja, toch wel waslijst aan klachten? Nou, met hele gemengde gevoelens, kan ik vertellen. Sommige thema's worden herkend. Hè? Dus mensen zeggen wel van ja, gewoon. Er worden nog steeds wel foutjes gemaakt. En soms schieten we nog steeds wel tekort in de communicatie. Maar het is ook zo dat ze het gevoel hebben dat alle verbeteringen die in de afgelopen maanden, jaar zijn doorgevoerd, dat ze het gevoel hebben dat dat ook niet gezien wordt. Terwijl er echt onderwerpen zijn die veel beter op orde zijn als een tijd geleden. Verder zegt u de klacht over die hygiëne en die zorg, die is niet gegrond. Ik zou zeggen, maar ik ben de klachtencommissie niet. En dat is precies gewoon waarom ik zeg van, als ze echt vinden dat hun klacht gegrond is, moeten ze vragen of verzoeken bij de inspectie om een keer langs te komen of dat we een ander onderzoek gaan doen. Maar ik durf te stellen dat de dienstverlening daar gebeurt door vakbekwame medewerkers die toegerust zijn, bevoegd en bekwaam noemen we dat, en dat de algemene hygiënische omstandigheden op orde zijn. Mark Kemp en Van Berkem vinden ook de hele manier waarop zij als ouders van bewoners worden benaderd een groot probleem. Dan maak je een afspraak voor de kapper en dan opeens zeg je van, zie je daar je kind met een heel ander kapsel dan wat je hebt afgesproken, want het personeel vindt dit gewoon leuker. En dan denk ik, ja, en? Wiens kind is het? Ik heb gewoon nooit getekend van, hey, ik werp hem daar bij jullie binnen en ik doe afstand. Ja, dat denken ze wel, maar dat is dus gewoon niet zo. Ja, dat is een van de dingen die je heel erg ver vaak ziet terugkomen op deze woning. Van, men denkt dat wij voor ons lol onze kinderen daar hebben gezet en dat ze het voor hun hebben gedaan. En dat wij er verder niks meer mee te maken willen hebben. Wij willen juist heel graag meedenken en meepraten, maar juist daar gaat het mis. Het mooiste zou ik echt vinden als we eruit kwamen. En ik stel voor toch dat we hier een officiële klacht van maken. En officiële klachten, gewoon desnoods gewoon via inspectie, desnoods gewoon via een door ons gemeenschappelijk benoemd onderzoeksgroepje. En dat die komen met bevindingen. En dat we naar aanleiding van die bevindingen vervolgens zeggen gewoon van wat ons te doen staat gemeenschappelijk.